Hey YouTube, tof dat je weer kijkt naar een nieuwe review hier met Thomas Opent. Mystery Bier. Ik heb geen idee wat het is. Je hebt kunnen zien dat ik biermail heb gekregen van Douglas. Douglas die kijkt ook al geruime tijd naar de reviews. En zocht contact met mij, want hij had zoiets van, ik wil je wel een bier sturen. Lijkt me hartstikke leuk, heeft hij dus gedaan, twee bieren. Nevel, Waan, als ik me even goed herinner. Een collab tussen Nevel en Frontal. Die review die gaat nog komen. En deze dus. Een mystery beer. De reden waarom hij dat gedaan heeft is... We volgen alle twee reviewer uit Amerika. Die regelmatig bieren krijgt van fans. En dat zijn dus inderdaad bieren verpakt. Op zo'n manier dat hij niet kan zien wat erin zit. Het hele etiket is dus afgeplakt. Je kan zien de dop zelfs is afgeplakt. Je hebt gewoon geen idee wat het is. En ja, dat maakt het gewoon heel erg... spannend, ik moet gewoon 100% puur blind proeven en ruiken. Gewoon kijken wat het is. Dus ja, ik kan er wel een heel verhaal over gaan vertellen, over een bier en een brouwer. I don't know. Daar gaan we gewoon heel snel achter komen. In de tussentijd is de kat een beetje aan het miauwen, want ik weet niet waarom. Die heeft er even geen zin in. Dus als je af en toe wat op de achtergrond hoort, die heeft een momentje. Ik ben echt ontzettend benieuwd naar dit bier. Het enige wat Douglas vertelde is dat hij hele hoge ratings krijgt. En dat er nog niet heel veel ratings van zijn. Nog niet eens 1000. Nou ja, dan kun je wel heel aan tafel gaan willen afzoeken om te kijken wat voor bier het is. Oké. Nou, het is een gitzwart bier. Met een hele mooie crème kleurige, mokka kleurige schuimkraag. Mooi stevig, mooi dik. Belletjes komen mooi naar boven. De carbonatie is echt heel goed. Je ziet gewoon mooie kleine belletjes allemaal al in het schuim. Stout of porter? Als je dat zo ziet. Eén van de twee. Ik gok. Hij is echt gitzwart. Ik gok. Stout. Nou, laten we gewoon eens even naar de neus gaan. Kijken. Oeh. Oh, wauw. Wow. Oké. Het doet me... Ik ruik een beetje chili, volgens mij. Ik heb het idee dat ik chili ruik, wat kaneel. Het doet me heel erg denken aan moersleutel. Mexicake. Maar dat kan het sowieso niet zijn, want moersleutel, de Mexicake, komt alleen in een blik. Niet in een fles. Dus het is sowieso geen... moersleutel. Toch ontzettend. Chili, kaneel. Spices. Beetje specerijig. Maar... wauw. Ja, daar wordt de neus op het moment echt heel erg door gedomineerd. Ik krijg nog geen dingen als... wat je snel zou verwachten, zoals koffie of chocola. Ik heb hem toch echt al een half uur van tevoren uit de koelkast gehaald. En misschien had hij zelfs wel een uur gemogen. Ruikt fantastisch. Ik ga eens even proeven, jongens. Ik ben heel erg benieuwd. Douglas, hartstikke bedankt. Je hoort van me. Ja, je ziet het in deze video. Wat ik ervan vind. Ja, zeker weten kaneel, vanille. Komt een beetje iets dropperig. De chili die ik in de geur had, krijg ik nog niet in de smaak terug. Dus ik kan ook gewoon zeggen dat dat een component is wat ik associeer met al die specerijen die eruit, voornamelijk het kaneel. Nou, dit moet een chilibeer zijn. Dit moet een chilibeer zijn, dat kan niet anders. Ja, dropperig. Wauw. Het zou kunnen dat ik een beetje barrel aging ruik. Proef. Licht. Beetje eiken vanille-achtig. Het zou een barrel age kunnen zijn. Hij is volgens mij ook nog niet heel oud. Het is...
Nee, hoe lang ik er in mijn mond heb? Barrel aged. Het is sowieso barrel aged, dat kan niet anders. Ik ruik nog steeds wat kaneel, maar het is geen chili bier. Ik had chili in de neus eerst. Maar het is geen chili bier. En als er nog steeds een chili bier is, is die heel subtiel. Want ik krijg geen specerij qua of pittigheid in ieder geval. Volgens mij is die wel barrel aged. Volgens mij is het een... Het is... Hij is wel verdraaid lekker. Ik wil hem nog niet helemaal... Oh. Nee, ik ben er nog niet helemaal uit. Het is niet Nederlands. Het is niet Nederlands. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ik weet niet waarom. Op een of andere manier wil ik zeggen Prairie, maar die hebben andere soorten flesjes voor hun stouts volgens mij. Ik heb ergens een Prairie in de koelkast staan en dat is volgens mij andere vorm, dat zijn andere vormen. Al die... Een barrel-aged stout met wat componenten, met wat specerij erin, kan niet anders. Droppig, wat chocola. Oké, nou even het rijtje afmaken. Barrel aged, boven de 10%. Zeker weten, boven de 10%. Met wat componenten, iets in specerijen, kaneel of iets dergelijks. Niet Nederlands, dat weet ik zeker. En ik vind hem echt verdomd lekker. Voordat ik hem eruit haal, wil ik hem sowieso eerst een rating geven. Ik geef dit een 4,5 uit 5. 4,5 uit 5, want dit is echt geniaal. Hoe langer je hem in je mond hebt, komen meer componenten naar voren. Je krijgt nu wat meer geroosterde moutkwaliteit. Je krijgt wat lichte koffiebitterheid. Hij wordt nu veel genuanceerder. Hij komt wat meer op temperatuur. Even kijken hoor. Nou, er is niet echt iets onder hem. Ik schenk de rest toch nog even weer uit. Het is een... zo'n intens mooi bier. Niet super stroperig of zoiets qua mondgevoel. Maar wel stevig genoeg. Nou, inderdaad koffie. Beetje... Chocola, zeker. Maar het zijn voornamelijk veel van die drop- en lauriertonen. Zoethout. Ik blijf erbij dat er kaneel volgens mij in zit. Ik proef kaneel. Ik ga hem openmaken. Ik ben echt super benieuwd wat dit nu is. Want dan moet ik het weten ook. Ik ben echt super benieuwd. 4,5 uit de 5, jongens. Hè? Dat, laten we dat vast... welgesteld hebben. Hij is goed verpakt. Je krijgt het er niet zomaar af. Lehe. Pimadaim. Tunt en een koitu. Ah, kijk. Dat verklaart wel wat. Barrel aged. Inderdaad. Ik kan het allemaal niet lezen, want het staat allemaal in... Fins. Het is, Lehe is Estonia, Estland. 330 milliliter, 10,5%. Kijk, dat zat ik goed. Barrel aged is die inderdaad. Het was niet kaneel. Het was tonka. En tonka kan inderdaad wat van dat vanille kaneelachtige vibes meegeven. Het is een, ja, super. Wauw. Ik kende deze niet. Ik hoop dat de camera het straks mooi in beeld brengt. Dat zou wel heel fijn zijn. Ik heb een nieuwere telefoon. Dus als het goed is die met het zoomen in en uit zoomen wel wat beter. Pimedaim tunt ene koitu. Van Lehe. Barrel aged maple en tonka bean stout. Ja, omdat ik dus het etiket absoluut niet kan lezen, heb ik geen idee waar die precies op gebarrel aged is. Auw, kijk. Contains barley malt. Logisch. Oats, haver en lactose.
En hou ik wel van in een stout. Lactose. Dat geeft hem zo'n mooi, aangenaam, zoet karakter. Ja, en als je dat weet, dan komt er ook veel meer naar voren. Mm. Oh mijn god, wat een bier. Wat een geniaal goed bier. Douglas, dit is echt fantastisch. Dit is echt next level shit. Dit is... Woeh. Hij drinkt zo soepel weg. Hij is 10,5%. Je moet hier echt heel voorzichtig mee zijn. Want je hebt hem, als je niet uitkijkt, heb je hem zo'n 20 minuten weg. Want je gaat... Hij is zo zacht, zo soepel. De lactose. Ik merk het nu. Ja, dat is altijd zo, hè? Achteraf. Maar echt, je merkt nu dat zachte melkzoete. De tonka, dat kaneel vanille, komt er super door. Ja, ik vind hem fantastisch. Ik vind hem heerlijk. En hij is echt die 4,5 van de 5. Zeker weten waard. De maple, de ahorn. Hij komt niet heel heftig naar voren. Als je kijkt naar wat andere maplebieren die ik gehad heb, was het intenser. Maar dat maakt hem wel wat beter in balans, wat subtieler. Sommige van die barrel of sommige van die maplebieren, van die ahornbieren, die kunnen zo ontzettend intens heftig zijn. Alsof je op een Marsbar loopt te kauwen. Nou ben ik niet de grootste zoete kauw die er is. Dat is bij hier dus gelukkig ook niet het geval en maakt hem wel een stuk aangenamer. Dit was gaaf. Dit was echt leuk. Mystery beer. De eerste mystery beer. Ik vond het fantastisch. Douglas. Echt een geniaal leuk idee. Ik hoop dat als er mensen zijn die zeggen ik wil Thomas een keer bier sturen. Mystery beers. Mag zeker. Ik vind het super. Het maakt het echt hartstikke leuk. Want je gaat er volledig blind in. Je hebt geen verwachtingen. Van tevoren als ik geweten had dat het een lehe was. Dan was ik sowieso al met bepaalde verwachtingen erin gegaan. En dat ga je nu niet. Je weet niet of je een IPA inschenkt. Je weet niet of je een stout krijgt. Je weet niet wat het is. En dat maakt het hartstikke leuk. Gaaf Douglas, ik vond het super. Ik neem even snel contact met je op voordat deze online komt. Want dat verdien je wel. En dan kun jij hem hopelijk ook snel gaan genieten. En dat was het voor deze review jongens. Laat een commentaar achter in de comment boxes. Like de video, abonneer je op mijn kanaal. Klik dat notificatie aan, dan krijg je een melding zodra er weer nieuwe uploads zijn. Je kan me vinden op mijn andere social media. De links vind je onder in de omschrijving box. Onderaan de video. Met links naar mijn Untapped, Instagram en mijn Facebookpagina. Waarin je bieren langs ziet komen die ik niet review. Maar wel het een en ander over te vertellen heb. En laten we wel zijn. Ik heb vaak meer dan genoeg te vertellen. En dat was hem dan weer voor deze review jongens. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Proost!